Nummer 13, Troy Emeka Cooler. Nummer 14, Kenneth Finn. Nummer 15, Dennis Thompson. Nummer 18, Birdie Jong. Nummer 34, Clayton Petty. En de boers van de kanaal van de Zandstad is Rob Lange. De zijde van Stadion is de Lastensterren, Dirk Zandvol. Dames en heren, de Vork en Zinken en Leeuwen. Speelden jullie drie kwarten fantastisch basketbal? Dank je, dank je. Ja, we hadden natuurlijk een hele goede start. Ik denk dat we dat momentum zo lang mogelijk hebben proberen vast te houden. Maar ja, na het vierde kwart dan zie je natuurlijk wat voor ploeg het is. Een ploeg die op de juiste momenten ook wel weer weet te staan. Met een goede press, een goede agressie die ze zetten, waardoor wij toch... moeilijke schoten moeten nemen, een shotklok helemaal uit laten lopen, de bal niet goed kunnen opbrengen. En dat zijn gewoon dingen waar we waarschijnlijk nog aan moeten werken. En uiteindelijk kunnen we het nog recht trekken omdat wij nogal veel voor stonden. Ze moesten natuurlijk van ver komen en daarom denk ik dat we het uiteindelijk onze kant op hebben gesleept. Maar 10-26, daar is een coach nooit blij mee als dat in het vierde kwart gespeeld wordt. Ja, maar het is wel de realiteit. Kijk, wat er gebeurt, het is een ploeg die in Europa zichzelf al meer dan bewezen heeft. En dan is het raar om te denken, na drie kwart, dat je de wedstrijd al gewonnen hebt. En dat is ook helemaal niet gezegd op de bank. Zij komen in een momentum. En dat wisten we ook van tevoren dat het kon gebeuren. Ja, dan sta je te worstelen. En op een gegeven moment kom je boven of niet. Nou, ik denk dat we boven kwamen. This should be, and it has been, a must win. Yeah, We really didn't finish out the game well against Backen, and I was coming back off a foot injury, so you know I wasn't myself. So this was definitely a game that we had circled on the calendar. And seeing as though we have been winning so many Dutch games and Dutch Cup games in a row, we had a lot of confidence coming into this game, and I think that carried us. Het wordt langzamerhand ook een beetje een kwaliteit van Leiden. Als echt in op achterstand. Ik neem Amsterdam uit, Den Bosch thuis. Jullie trekken dat soort dingen toch gewoon ineens. Ja, laten we zeggen, toch over de streep. Dat is ook een kwaliteit. Ja, kijk. Ik denk dat het vandaag... tegen Amsterdam is het niet positief. Dat is gewoon een wedstrijd waar je mentaal klaar voor moet zijn. En dat zijn we dan gewoon niet. Als je ziet, op zaterdag winnen we met 30+. Op zondag staan we 28 punten achter. Dat is gewoon een mentale prikkel die we niet kunnen... voor elkaar kunnen krijgen in ons hoofd om ons voor te bereiden voor zulke teams. Een wedstrijd zoals deze... moet je gewoon uit kunnen spelen. Je staat 20 punten voor. Je moet het spel gewoon rustig weten uit te spelen. De press moet je gewoon goed kunnen breken. Dat zijn gewoon dingen waar we nog niet klaar voor zijn. Of tenminste, wat we moeten aanscherpen. Er zijn genoeg learnings. Maar er werd ongelooflijk veel druk gezet. Ze hebben een hele diepe bank met 10 mensen. En wij een iets kleinere rotatie. En dan ben je moe en dan komt met die druk. Nou, dat deed men fantastisch. Ja, dat had men gewoon veel steals. Nou, at the end of the day kregen we dat weer op de rit. De bal over de middenlijn krijgen en dan op een gegeven moment nog een paar keer scoren. Dat is eigenlijk het enige wat nodig was. Er stond 20 voor. Nou, dat is gelukt. Wat ik ook leuk vond, ik ga hem er niet uithalen, want dan doe ik de rest van het team tekort. Maar internationaal gezien naar Marijn Verbers dacht ik, nou Marijn, perfect. Ja, goed gedaan. Ja, dus de achter... voor Sergio ook. Zeker voor Sergio, dus beide. En wat je dus ziet is dat zij eigenlijk hetzelfde gedaan hebben als hun collega's. En dat is gewoon 100% agressiviteit. En dan zie je ook dat de bal erin gaat. Ja, dat moet voor hun ook een enorme voldoening zijn. En voor ons als team ook. You know, we played a really great game the first three quarters. And you know, I think the fourth quarter we really got tired and fatigued. And you know, they took advantage of that. And you know, that's something that as a point guard I take responsibility of. You know, I have to be able to calm the team down and get us quality possessions. And you know, I didn't do that. And I think coach made a good decision to sub me out to calm me down a little bit. And then when I got back in the game, you know, I got a couple good passes to Mo and to Worthy, you know, and you know, we were able to close out the game really well. And
you know, not every team is going to play perfect the entire game, but the signs of a great team are being able to finish out through adversity, and I think we did a good job of that tonight. The fans helped at that point. Yeah, you know, I think the fans, the more excited the fans are, the more tired we get, because, you know, the louder they are, then, you know, the louder we are, and, you know, they're great fans, and when they are into the game like they were tonight, and they are every night, but they give us a lot of extra energy and extra boost, and, you know, I'm happy that I'm here playing for Leiden that has good quality fans like this. Volgende week moet je naar Rusland. Je moet ergens nog een extra stiel maken ten opzichte van Bakkenbeers. Of zij moeten verliezen volgende week. Dat mag ook van de Finnen. Want anders eindig je allebei gelijk. Ik zie wel mogelijkheden tegen de Russen. Hoewel het wel het sterkste team is, zie ik wel mogelijkheden tegen de Russen. Ja, ik denk dat wij op dit moment in een bepaalde flow zitten, wat we vast moeten proberen te houden. En door moeten trekken naar die wedstrijd tegen Saratov. Het wordt een lange reis. Het gaan heel veel dingen mentaal een rol spelen. Om je ervoor klaar, het gaat koud zijn. Er zijn gewoon veel vlakken waar we ons op moeten voorbereiden. Ik bedoel, niet alleen de wedstrijd, fysiek, maar ook mentaal. Dus. Maar ja, de mogelijkheden zijn er altijd. Het is niet makkelijk. Als we daar winnen, ja, oké, dat zal met een paar puntjes zijn, maar dan staan we nog steeds. Kijk, als we deze wedstrijd nou wel met 20 punten hadden gewonnen, dan worden die mogelijkheden nog makkelijker, of nog beter. Maar op dit moment ziet het er toch moeilijk uit, maar niet alle hoop verliezen. Gewoon wedstrijd voor wedstrijd, dit weekend eerst en dan de volgende. It's still possible to reach the next round. Yeah, you know, everything's possible. You know, we got a good win against Katia, you know, and we decided to really take it game by game. You know, we have a deficit against Bakken, so we wanted to just win. Same thing with Avtador. So, you know, we have to really just keep the faith and keep playing team basketball. You know, we've been playing really well, but we have to take care of our bodies now. We have to ice and lift and stretch and really get ready for this next battle that we have on Sunday and then when we go to Russia next week. Ever been in Russia? No, I haven't been in Russia. One of my good friends, Isaiah Whitehead, was just playing in Russia. So I was, like, watching. He played for Loco Basket, and I was watching him a little bit. But, you know, I haven't really been to Russia. You know, I'm excited to go, to be able to travel the world and to give my family some stories of my experiences is something I'm definitely blessed with. Good luck. All right, thank you. Two points for number eight.